Welkom, vandaag gaan we het hebben over autospeakers aansluiten. En het testen of een autospeaker wel of niet kapot is. Een speaker is in feite gewoon een spoel. Een rol koperdraad waarin of omheen een magneet beweegt. Deze magneet zit vast aan een membraan die voor luchtverplaatsing zorgt. Deze luchtverplaatsing nemen wij waar als geluid. Als we praten over het vermogen van de speaker, hebben we het over de wattages. Een speaker aansluiten. Als je een speaker aansluit aan een radio of een versterker, moet je rekening houden met het maximale vermogen van de speaker. Heeft je radio of versterker meer vermogen als een speaker, dan kan je speaker kapot gaan. Koop dus altijd een speaker met minimaal hetzelfde vermogen als je radio of je versterker. Koop ook niet een speaker die veel meer vermogen moet hebben dan de radio of versterker kan leveren. Dit kan voor clipping zorgen. Clipping is een vervorming in de hoge tonen. Clipping kan ook de tweeter beschadigen. Het beste is eigenlijk een speaker te kopen die hetzelfde vermogen heeft als je radio of je versterker. De weerstand impedantie van een speaker. De weerstand in speakertaal. De impedantie wordt in ohm aangegeven. De meeste speakers en versterkers hebben een impedantie van 4 ohm. Hou er rekening mee als je een tweede set speakers aansluit op dezelfde aansluiting van de radio of versterker, dat deze dan zwaarder wordt belast. 4 ohm wordt in dat geval dan 6 ohm. Als je speakers meer vragen als 4 ohm dan de versterker aan kan, dan heb je een kans dat je versterker kapot kan gaan. Kijk dus altijd of je versterker of je radio de hoeveelheid vermogen aan kan als je meerdere speakers of zwaardere speakers erop aan wil sluiten. Speakers controleren. Je kan de ohms van de speakers kan je meten. Meet je ohms die groter zijn dan de waarde die aangegeven is van de speaker, dan kan het zijn dat er in een spoel een breuk zit, die de oorzaak is van de verhoogde weerstand. Weet je niet wat de impedantie van de speaker is? Dan kan je ervan uitgaan, als je een waarde meet van meer dan 50 ohm, dat dit een indicatie is dat de speaker slecht of kapot is. Elke waarde die je ook meet onder de 1,5 ohm, is ook een indicatie dat de speaker slecht of kapot is. Dit kan komen door kortsluiting aan het begin van de spoel. De lengte van het koperdraad in de spoel is dan ook een heel stuk korter, waardoor de weerstand ook veel lager is. Zo, we gaan nu de weerstand van de speaker meten. Hier hebben we de multimeter. Die zetten we op weerstand meten. Hier hebben we de speaker. Hier hebben we de twee pennen. Dan gaan we hem opzetten. Dan gaan we meten. Meet je meer dan 50 ohm, dan is de speaker slecht of kapot. Meet je minder dan 1,5 ohm, dan is de speaker ook slecht of kapot. Dus we gaan nu kijken wat we gaan meten. Nou, we meten ongeveer 4 ohm. 3,9. Nou, meet je meer dan 50 ohm, dan is de speaker slecht of kapot. Meet je minder dan 1,5 ohm, dan is de speaker ook slecht of kapot. Nou ja, goed, we meten niet meer dan 50 ohm en we meten ook niet minder dan 1,5 ohm. We zaten op ongeveer 4 ohm. Dus met ohms betreft is deze speaker gewoon in orde. Dan gaan we de speaker ook testen met een 9 volt batterij. Deze test kun je beter niet doen met tweeters, dan kunnen ze van kapot gaan. Hier zit er wel een tweetertje op, maar goed, hier doen we het nu gewoon even mee. Je moet de 9 volt batterij aansluiten op de speaker. De min van de batterij op de min van de speaker en de plus van de batterij op de plus van de speaker. Beweegt de speaker omhoog, dan is de speaker wat deze test betreft goed. Op deze manier kan je ook testen wat de plus en de min is van de speaker als het niet staat vermeld op de speaker zelf. Zit de speaker verkeerd om aangesloten, dan beweegt de speaker aangesloten op een 9 volt batterij naar beneden. Dus als de speaker naar beneden beweegt, dan zit de plus en de min verkeerd. Nou, hier hebben we dan een speaker. Hier hebben we een 9 volt batterij.
Hier hebben we een plus. Hier hebben we een min. We gaan hem hier nog opzetten. En we zien dat de speaker omhoog beweegt. Dat houdt dus in, als we hier de plus hebben, dat dit de plus is van de speaker. En dit de min. Als we hem nou omdraaien, dus verkeerd om aangesloten, dan zou je zien dat hij naar beneden gaat bewegen. Dus dan zit hij niet goed aangesloten. Dan zou dit eigenlijk de min moeten zijn en dit de plus. Als je nou gewoon je speakers aangesluit in je auto en je hebt de bedradingen leggen en je hebt zoiets van, nou, ik weet niet wat de plus en de min is, dan kan je bij de radio de twee draden loshalen. Dan kun je hierop aansluiten, die ook natuurlijk op je speaker aangesloten zijn. En dan kun je kijken welke kant de box op beweegt. Beweegt hij omhoog, dan is hij goed aangesloten. Beweegt hij naar beneden, dan weet je dat de draden niet goed aangesloten zijn. Dus dan moet je gewoon de min en de plus omdraaien. En dan zou je zien, dan is die goed aangesloten. We hebben ook de speaker opgeblazen test. Haal het rooster weg als er nog een rooster op zit. Hier hebben we geen rooster meer, dus dat hoeft niet. Je kan nou met je vingers voorzichtig de box naar beneden drukken. Ongeveer een centimeter. Hoor je een schrapend of krassend geluid, dan schuurt de spoel tegen de magneet aan en is de kans groot dat jouw speaker opgeblazen is. Het indrukken van de speaker moet redelijk makkelijk gaan. Gaat het niet makkelijk, dan is de speaker ook opgeblazen. Als je praat over een opgeblazen speaker, betekent dit dat de spoel van de speaker is verbrand. Vaak is het zo dat de spoel door het verstoorde signaal of door het te hoge vermogen zo heet wordt dat hij letterlijk verbrandt. Als je zeker wil weten of je de speaker hebt opgeblazen, kan je de speaker opensnijden. Alleen dan kan je de spoel bekijken en zien of deze verbrand is. Je hebt natuurlijk dan niks meer aan de speaker als je hem open gesneden hebt. Maar goed, dan weet je in ieder geval zeker dat hij in ieder geval verbrand is. Wat we natuurlijk ook kunnen doen, is de speaker bekijken op een breuk of een scheur. Je kan dan gewoon hier gewoon kijken. Zit er ergens een breuk? Zit hier ergens een scheurtje, een breuk of wat dan ook? Nou, dat zit er hier niet. Want als er een breuk of een scheur in zit, dan gaat het geluid natuurlijk ook vervormen. Je kan natuurlijk ook kijken als de box het niet doet, of de speaker dan, of de bedrading goed aangesloten is. Er kan ook een keer een stekkertje loskomen. Dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk kunt controleren van een speaker. Zo, nu een beetje laten zien hoe je speaker kunt controleren, of die kapot is of niet. We hebben het laten zien met de 9 volt batterij hoe we dat doen. We kunnen kijken wat de min en de plus is en of die überhaupt wel beweegt. We hebben laten zien hoe we de weerstand meten in de speaker. Dan weet je ook of die goed of niet goed is. Ik wil er wel even laten zien dat meestal de ohms staan beschreven op de speaker zelf. Nou, dit was het weer vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!